Camera 1. Ik moet wel zeggen wanneer je kan praten, hè? Anders weet ik het niet. Moet ik, want ik zit met de We zijn al begonnen. Ja. Oh, je bent al begonnen. Oh, ja? Oké. Okay. 5, 4. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom vandaag bij Generate Live. We zijn hier vandaag voor de International Week van in Holland. We zijn hier in Haarlem en we gaan het vandaag hebben over de studiekeuze van communicatie. Ik heb mijn prachtige gast Christina vandaag. Zij is tweedejaars en zij gaat ons vandaag vertellen over haar keuze en waarom zij, waar zij haar keuze op haar stage baseert. We hebben het publiek vandaag aanwezig. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. En zo zullen wij straks een hartstikke leuk interview doen. Veel plezier. Christina, goedendag. Ja, hi. Hi, leuk dat je bent gekomen. Zal jij voor ons een korte introductie willen geven aan ons? Wie je bent, even kort en krachtig. Ja, tuurlijk. Nou, ik ben Christina. Buter Lozano is mijn achternaam en ik studeer International Communication Management aan de Hogeschool in Holland in Diemen. Ik ben 22 jaar en ik moet op stage gaan. Het is verplicht om naar het buitenland te gaan. Verplicht om naar het buitenland te gaan. Met je Engelse achtergrond of Engelse studie in ieder geval is dat natuurlijk een stuk makkelijker, denk ik. Heb je al enig idee waar je naartoe wilt met je stage, welk land je wil? Ja, ik heb een kans aangeboden gekregen om in Brazilië, Rio de Janeiro, stage te gaan lopen. Nou, dat lijkt me natuurlijk een hele gave kans die ik niet wil laten schieten. Dus daar ben ik op dit moment heel hard mee bezig. In verband met een geschikte stage vinden en in welke buurt dat dan gaat zijn. Je hebt hem aangeboden gekregen, zeg je. Door welk bedrijf is dat gebeurd? Hoe ben je daar gekomen? Hoe hebben ze dat bij jou aangeboden? Nou, ik heb dus een connectie in Brazilië, Rio de Janeiro. Een oude vriend van mij van het HAVO, die is zelf Braziliaans en hij komt daar ook vandaan. En hij gaat daar dus een minor volgen en heeft me dus aangeboden om mij te helpen om daar mijn stage te gaan realiseren. Gaaf! Ja. Ja, ver weg ook wel niet. Vind je dat spannend? Of? Ja, dat vind ik eigenlijk heel erg spannend. Ik zou het eerlijk gezegd nooit helemaal alleen doen. Het is gewoon ook een hele andere wereld natuurlijk. Maar ja, als ik dus de kans krijg dat iemand mij daarbij gaat helpen, die zelf al de weg weet in die wereld, dan ga ik daar graag in mee. Super gaaf van jou. Heb je verder ook plannen daar? Als je daar je stage doet, denk je dat je daar blijft? Of is het alleen een stage in het buitenland? Wil je daarin verder misschien in Brazilië? Lijkt je dat wat? Nee, dat is ook eigenlijk de reden waarom ik daar stage ga lopen. Ik denk dat dit een kans is in je leven die je nooit meer krijgt. Als je dan gaat trouwen en je krijgt kinderen en je hebt een man, dan ga je niet zo snel naar de andere kant van de wereld. Je gaat dus je man in Brazilië ontmoeten. Nou ja, dat zou kunnen, maar dat zie ik niet echt voor me. En daarom zou ik dus naar een plek gaan wat je in de eerste instantie nooit zou kiezen. Okay. En je stage heb je straks natuurlijk helemaal afgerond. Je bent een goede student, je gaat er hard voor. Maar wat als je nou je stage hebt afgerond, heb je dan al enig idee welke minor je wilt gaan volgen? Ja, dat is Advertising, Developing and Strategy. Klinkt heel erg globaal allemaal. Maar dat komt het dichtst in de buurt bij online marketing. Waar op dit moment dus het geld in te vinden is. Dus vandaar dat ik heb gekeken naar de minors die het dichtst daarbij in de buurt komen. Je gaat voor het grote geld. Ja. Ja, zeker. En daar ligt ook je passie of ligt die misschien ergens anders? Ja, dat is een goede vraag. De reden waarom ik deze opleiding gewoon heb gekozen is omdat ik naar het buitenland wil. En ik zie het wel zitten om een soort van zakenvrouw te worden die overal heen reist en een grote rol speelt in een bedrijf. Dus niet dat je administratieve taken doet, maar dat je ook meedenkt. Ja. En in communicatie zag ik dat ik daar heel veel deuren mee open.
Tegenwoordig is het natuurlijk zo dat er wordt heel erg gefocust op doe waar je passie ligt en van daaruit ga je je geld verdienen. Mensen in het publiek, hebben jullie dat ook? Vinden jullie dat je vanuit je passie moet gaan, wat je wil? Of gaan jullie ook voor het grote geld? Waar baseren jullie je keuze op? Ik denk dat een tussenweg daarin... ik baseer mijn keuze daarop in een tussenweg. Natuurlijk moet het realistisch blijven en financieel aantrekkelijk. Maar je moet zeker ook binnen je toekomst en je dromen liggen. Dus perfecte plaatje zal je nooit vinden, maar daarom zou ik voor een tussenweg gaan. Voor een tussenweg, dus zekerheid. Ja. Een beetje van beide. Klopt. Is er iemand anders die wel vanuit zijn passie gaat? Die van daaruit zijn stage en zijn verdere beroep doet? Nee? Iedereen? En is er iemand die echt voor het grote geld gaat toevallig ook bij jullie? Nee. Nou, mooi. Vindt het een goede eigenlijk wel een tussenweg. Maar jij gaat voor het grote geld. Heb je daar nog enige concrete plannen voor? Nou, op dit moment hebben we met school een bedrijf opgestart. Dat zit in ook online marketing. Het is een social media bedrijf. En wij zijn eigenlijk een consultant voor bedrijven. Dus die benaderen ons en die vragen of wij ze bekend maken, populairder op het internet, via social media. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Hoe heet jullie bedrijf? Social Network Advertising, SNE. Leuk. En hoe komen jullie aan je klanten? Door te adverteren via social network natuurlijk en een goede targetgroep op te stellen, dat hebben wij momenteel ook gedaan. We focussen ons op de hospitality, dus bars, restaurants, hotels. En die kunnen wij dan bekendmaken op het internet. Oké, heb jij nog enige tips om een goed bedrijf op te zetten? Want het loopt goed, je vindt je mensen. Heb jij nog tips hoe jullie zo zijn gekomen? Gewoon heel goed weten van wat je precies wilt met het bedrijf. Ja, natuurlijk wil je geld, maar wat wil je er precies mee? En wat maakt jou anders dan de andere bedrijven die er momenteel al zijn? En de targetgroep is heel belangrijk. Als je je targetgroep goed hebt opgesteld, dan hoef je alleen nog maar de middelen te vinden om ze te pakken te krijgen, te benaderen. Oké. Ga je dat nog combineren? Brazilië en je bedrijf op dit moment? Wordt dat nog een gave combinatie? Daar zal niet mijn eerste focus op zijn, maar als ik tijd over heb, dan draag ik er graag mijn steentje aan bij. Oké. Heb je verder nog plannen voor in de toekomst? Weet je, heb je al een je ideaalbeeld? Wat is dat op dit moment, nu je zo kan kijken? Nou, mijn ideaalbeeld zal zijn komend september in Rio de Janeiro en dan in januari in Buenos Aires in Argentinië, om daar mijn minor te volgen. Oké, hartstikke gaaf. Heb je nog enige tips voor het publiek? Hoe zij misschien groot geld kunnen gaan winnen en hoe ze een goed bedrijf kunnen opstarten? Ja, mocht je een bedrijf op gaan zetten met andere mensen, zorg dat het de juiste mensen zijn waar je goed mee kan werken. En die ook met jou meewerken en meedenken. Dat is mijn tip. Dankjewel. Hebben jullie nog vragen? Dan wil ik je bij deze hartelijk danken voor je aanwezigheid. Nou, kijkers ook bedankt. En kijkers hartelijk bedankt en graag tot de volgende keer.